Nick van der Pas. En dat was ook zijn tweede drie. Die komt ook al op 6 punten. Bekte naar binnen toe. Krijgt de fout mee. Er wordt best wel veel gescoord. Vier seconden op de schotklok. Er moet geschoten worden. Dat doen ze. Ik kan maar met voor drie. Ze schieten goed hoor, Zwolle. Nick van der Plas hebben we een tijdje niet gezien. Die schoot ook uit de startblokken met 3-3 ja. punters. Maar als je er niet op ziet, schiet hij. En zit je er bovenop, dan gaat hij hier voorbij. Ja, hij kan het bijna. Goed stolk. Voor een verre drie. Pakka. Ze zijn de hammers weer aan zet. Hey, dat lijkt op een fout van Becton. Paankop gaat naar binnen en L1. Bangala onder het bord, scoort. Knapper. Er waren nog 2 seconden te gaan. Christian Barry, zoeken. Oei. Weerhoeven. Die al neemt even zijn tijd. Oeh, is dat van de Hoeven weer? Ja hoor. Bas, hoor je mij? Beetje bij beetje. Dus normaal gesproken 2 punten. Als Ivo de Vrede onder het bord staat, is het afgelopen. Goeie paas van Pakenkop naar Stoel op de break. Ja, en weer een time-out. Ja, time-out. Je kan niet anders, wordt gewoon weggelopen. Heb je geen aanvallende rebound. Gibson naar buiten. Weer balverlies. Weer een stuw. Nou gaat het hard, hè? Ja. Ja, het is hoog percentage wat je weggeeft in 1996 Atlanta. Hoeven voor 3, dat kan die, hebben we al gezien. Ja. Ze vijfde. Heppakee. Nou. Moet wel een schot gelost gaan worden, ja, nog 1 seconde. Hé, de bonus. Ik kan maar naar het bord. Goeie lay-up, mooi. De wedstrijd zit erop. IJsland kan ik pas aangeven, die wordt 81-102. Bedankt voor in ieder geval.